iets gedaan? Wat hier aan de hand is? Nou, er is hier een hele grote 3D-schildering gemaakt. En dat is een wereldrecord geworden. 750 vierkante meter. Dus ja, en daar heb ik aan meegewerkt. En dat is mij heel erg goed bevallen. Wat ik daar zo leuk aan vond? Nou, sowieso de samenwerking met twee Duitse artiesten en drie andere Nederlanders. Dus we hebben het met z'n zessen gemaakt en dat maakt het wel speciaal. En sowieso de reacties van de mensen. Ja, je voelt je een beetje het heertje. Hè? Dus vandaar. Waar wij nu zijn, dat is in Rijssen. Ja, Rijssen is in Nederland. Ja. Hoeveel mensen hebben het kunnen zien? Ja, ik let eigenlijk nooit zo op. Ik sta meestal met hun kont naar hun toe, dus ik heb geen idee. Internet. Nog een vraag. Wat voor een website? Oh, is dat, ben jij dat niet zeggen dan? Ja. Oh. Jij moet vragen halen. Oh ja, ik moet de vragen halen. Is er een website? Ja, er is een website. Dat is de website. Je moet de vragen beantwoorden waar ik niet alleen ja op hoef te zeggen natuurlijk. Wat is de website? Oh, de website. De website is www.mega3d.nl. No, we quit. Ja, je zit er net. Blijf zitten. Ja. Ik blijf even... Ruben, kom er even bij. Nee? Nou, behind the scenes. Nou, dan stoppen we gewoon. Nou, dan ga ik weg. Je moet ik het dan doen? Wat is dat nou? Ah, jongen. Ja. This place before.
is veel publiciteit geweest. Ja, er is erg veel belangstelling geweest voor dit hele mooie project. Ja, ja, echt waar. Ja, dat is heel goed. En waarom dan? Nou, omdat het uniek is. Hè. We hebben een wereldrecord gezet. En dat door de vorige sprekers ook al wat verteld. Maar je kunt het niet genoeg benadrukken wat we hier gedaan hebben. Ja, dat vind ik wel. Ja, het was echt fantastisch. We hebben 3-4 mooie dagen gehad. En ja, morgen denk ik daar genieten. En daarna eens kijken wat de rest van de wereld ervan vindt.